Herenboeren Nijmegen heeft een tweede locatie geopend op landgoed Grootstal. Vanaf nu kunnen families dus ook terecht in Malden voor vers groente, fruit en vlees. Met de eerste locatie in Park Lingenzegen hebben ze met de tweede locatie meer hectare en meer voordelen. Sinds een tijdje hebben we een tweede locatie gevonden, hier op dit landgoed. Het is een prachtig gelegen plek. En voor ons gevoel kan dat een paar beperkingen wegnemen die we eerder in Lingenzegen hadden. Want daar hadden we 5 hectare oppervlak. En dat was net niet genoeg om een herenboerderij goed te kunnen voeren. We krijgen nu 5 hectare bij, plus dat dit zandgrond is. En daardoor kunnen we veel gevarieerdere teelt gaan voeren en meer mensen te eten geven. Voor beide partijen zijn er voordelen aan deze samenwerking. Zo is de eigenaresse van landgoed Grootstal ook erg tevreden. We zijn niet klaar voor de klimaatverandering, onze bodems. En daarom hebben wij een concept bedacht dat we hier op onze akkers graag herstellende landbouw zien. En dat past natuurlijk fantastisch bij Herenboeren. Herenboeren is een natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen bedrijf die de inwoners de kans geven hun eigen groentes en fruit te laten telen. Nou, Herenboeren Nederland is een beweging die in het land coöperaties probeert op te zetten. En de coöperatie betekent dat leden van die coöperatie ook eigenaar worden van de boerderij. Ze betalen daarvoor ook geld en ze betalen daarvoor contributie. Maar ze krijgen daar ook zeggenschap, ze helpen mee op de boerderij. En met z'n allen proberen we een gemeenschap neer te zetten die heel verantwoord bezig is met het maken van eten. De gemeente staat achter het concept van Herenboeren en vinden dat er een goede verbinding moet komen tussen de producenten en de consumenten. Ja, dat is natuurlijk heel interessant dat nu een gebiedsvisie is vastgesteld door de Raad, die helemaal die stadslandbouw die duurzaam is en die dus verweven is met de natuur, gefaciliteerd wordt en een steuntje in de rug krijgt om zich te ontwikkelen dicht bij de stad, dicht bij de consument, zodat die dingen meer verbinding krijgen. Het is voedsel dichtbij en niet alleen dichtbij, maar ook duurzaam. En eigenlijk draag je 3 keer per dag met de vork bij aan een mooi landschap van morgen. Waarom 3 keer per dag? Omdat je 3 keer eet. Vandaag. Met je vork. Ja.